Welkom bij Volvocast Nederland. Mijn naam is Bas van der Mouwijzen. In deze video vertel ik je meer over de kosten van het laden van een volledig elektrische Volvo. In het kort leggen we jou uit wat het verschil is in kosten voor het opladen van een elektrische auto vergeleken met een brandstofauto. En dit doen we aan de hand van een voorbeeld. Je spreekt bij een elektrische auto over nettoverbruik. Bij een benzineauto tank je een x aantal liters die je kunt verbruiken. Een accu laat je op via een laadpaal, maar ook door bewegingsenergie van het uitrollen en afremmen van je Volvo. Dit gebeurt via de elektromotoren, die fungeren dan als dynamo. Daarnaast is er sprake van laadverlies. Dit is gemiddeld tussen de 5 en 15%. Dit is verlies vanuit het laadpunt door alle kabels naar de accu. In dit voorbeeld rekenen we met een Volvo XC40 Recharge P8 All-Wheel Drive met een nettoverbruik van ongeveer 20,5 kWh per 100 km en dit is inclusief laadverlies. Voor het volledig thuis opladen van een 78 kW accu, zoals die van de XC40 Recharge P8 AWD met een 3-fase 11 kW laadinstallatie, kost het laden ongeveer 7,5 uur. Vermenigvuldig je deze 7,5 uur met de 11 kW laadinstallatie, kom je uit op 83 kW. Dit is inclusief laadverlies. Bij thuisladen met 23 cent per kWh heb je dus voor 19 euro een volle accu. Om het verbruik van een elektrische auto te kunnen vergelijken met een brandstofauto, kunnen we beide het beste terugrekenen naar de kosten per 100 km. Bij een brandstofauto hebben we het over liters per 100 km. En bij een elektrische auto over kilowattuur per 100 km. Als benzinevariant gebruiken we een XC40 T3 163 pk automaat met een fabrieksverbruik van 7,4 liter per 100 km, à 1,68 euro per liter. Deze vergelijken we met een XC40 Recharge P8 AWD met 408 pk en met 20,5 kWh per 100 km, à 23 cent per kilowattuur. Met een simpele rekensom zien we dat de elektrische variant per 100 km bijna 8 euro goedkoper is. Bij een jaarkilometrage van 20.000 km is dit ruim 1500 euro in het voordeel van de elektrische auto. Voor een leaseauto is dit over een leaseperiode van 5 jaar en 30.000 km per jaar een voordeel van ruim 11.500 euro. Naar aanleiding van het eerder getoonde voorbeeld laten we in deze tabel de brandstofkosten zien tussen een voorwiel aangedreven diesel en benzine XC40 en een all-wheel drive elektrische XC40 per 400 km. Volvo tip: als je zonnepanelen hebt of kan plaatsen met meer capaciteit dan jouw elektriciteitsverbruik in huis, kun je de kosten per kilowattuur nog verder omlaag brengen. Bovendien maakt dit jouw ritten nog duurzamer. Snelladen is ongeveer 2,5 keer zo duur als thuisladen. Voor de meeste mensen is snelladen echter zelden nodig, omdat de afstanden die wij gemiddeld in Nederland afleggen ruim binnen de actieradius van jouw Volvo valt, die je thuis of op je werk al hebt opgeladen. In deze tabel zie je het verschil in kosten per kilowattuur per type lader. De aangegeven kosten zijn indicatief. Net zoals brandstofmotoren hangt de actieradius af van weg- en verkeersfactoren, weersomstandigheden en natuurlijk jouw rijstijl. Voor een optimale actieradius van een elektrische auto zijn de meest gunstige weersomstandigheden een temperatuur van 20 graden en een gemiddelde snelheid van 50 km per uur. In het dagelijks verkeer zullen deze factoren natuurlijk verschillen. Volvo tip: met de optionele warmtepomp kan je de actieradius tot maximaal 30 km verlengen. Hoe werkt dat dan? De warmtepomp maakt gebruik van warmte uit de buitenlucht en restwarmte van de elektromotoren en het accupakket om het interieur te verwarmen. Hierdoor is er minder energie nodig voor interieurverwarming en neemt de actieradius dus toe. Tot slot, voor meer informatie raadpleeg de Volvo Manual app volvocars.nl/support of de Volvo dealer.